Gisteren heb ik echt het allerlaatste dingetje gedaan aan het portret van Wiese. Dat kan nou mooi drogen. En dan is het een kwestie van vernissen. En een toast gaan uitbrengen op dit schilderij. Maar ik ben gisteren ook door mijn rug gegaan. En dit schilderijtje van Joke Vroom, een van mijn cursisten, is nu wel heel toepasselijk. Ik heb gewoon veel te veel hooi op mijn vork genomen, dus ik ga het wat rustiger aan doen. Maar ik ga eerst lesgeven bij Toonbeeld. Hoi. De laatste les in een cyclus van 5 lessen. We zijn geëindigd met portret. Omdat ik vandaag gigantisch last van mijn rug heb, ben ik het atelier gekropen om te gaan schilderen. Ik mag voorlopig even niet sjouwen en niet al te veel inspannen, want anders ben ik straks helemaal geen mens meer. En dit werk moet ook een keer af. Dus daar ga ik me nou mee bezighouden, met het schilderen van de achtergrond, zo volledig mogelijk. En het verbouwen dat komt na het weekend. Ik ga mijn hele weekend koest houden. Dus alle verbouwplannen staan eventjes op een laag pitje. De buren zijn ook aan het verbouwen. Die hebben allemaal leuke dingen. Leuke voertuigen. Waarmee je heel snel heel veel resultaat bereikt. Bij mij ligt het allemaal eventjes een beetje stil nu. Helaas. Maar ik weet wat er gebeurt als ik doorga. Dan ga ik echt door mijn rug. En je kunt wel zien, dit is niet gewoon graven, dit is hakken. En dat doe ik weer na het weekend.